Frankrijk voor de Revolutie. De leervraag voor deze podcast is: wat waren de oorzaken van de Franse Revolutie? In Frankrijk woonden rond 1750 ongeveer 25 miljoen mensen. Sinds de middeleeuwen was er een standensamenleving. De bevolking verdeeld in drie groepen of standen, die ieder eigen plichten en rechten hadden. Bovenaan stond de koning. Hij hoorde niet bij een stand. De eerste en hoogste stand was de geestelijkheid. Zij begeleidden de gelovigen en werkten soms in het bestuur van de koning. De tweede stand was de adel. Edellieden gaven leiding aan het leger of werkten voor de koning in het bestuur. Hun inkomsten kwamen vooral uit landbezit. De laatste stand was tevens de grootste. Ongeveer 98% van de Fransen hoorden bij de derde stand. Binnen deze stand waren grote verschillen. Sommigen waren heel rijk, zoals kooplieden, rechters en bankiers. Daaronder stonden ambachtslieden en winkeliers, loonarbeiders en boeren hadden het het slechtst. De eerste en tweede stand hadden steeds meer voorrichten gekregen van de koning. Zij betaalden bijvoorbeeld geen belasting. Wel werkten geestelijken en edelen voor de koning in het bestuur of in het leger. Op die manier hadden zij invloed op het bestuur. De burgers in de derde stand hadden geen voorrechten. Zij moesten wel belasting betalen. De boeren hadden het dubbel zo zwaar. Zij moesten, naast het betalen van belasting, ook diensten verrichten. Hadden de boeren een slechte oogst, dan nog moesten ze belasting betalen. Hierdoor leden veel boeren en arme burgers in steden honger. De derde stand ging dus gebukt onder de eerste en tweede stand. Lodewijk XVI regeerde als absoluut vorst, wat betekent dat hij alle macht had. Hij had echter grote financiële problemen door grote uitgaven en dure oorlogen. Daarom besloot Lodewijk de Staten-Generaal bijeen te roepen. De Staten-Generaal was een vergadering van de drie standen. Zij moesten gaan bedenken hoe de problemen van Frankrijk opgelost konden worden. Lodewijk wilde het liefst het belastingstelsel hervormen. Veel mensen hoopten echter dat gewone mensen meer invloed zouden krijgen in het bestuur. Want één man die alle macht bezat. Was dat wel de beste manier, manier van besturen? Samengevat, je weet nu wat de oorzaken van de Franse revolutie waren en je kunt daarbij de volgende begrippen gebruiken. Absolute macht, standenleving, standensamenleving en voorrecht.